Donderdagmiddag is een jongen aangereden op de kruising van de Vennewatersweg en de Hogeweg in Heilo. Hij werd aangereden door een vrouw in een auto. Het verkeer dat vanaf de Kennemerstraatweg kwam, kon door het ongeval niet verder en moest halverwege omdraaien. Hoe het ongeluk is gebeurd is niet duidelijk. De jongen is met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.